Zach, ik ken Zek gewoon. Ik weet gewoon van die man is niks. Die man is of niks. Zijn naam was niet bekend op straat voordat hij muziek maakte, niks. Dus dat zijn gewoon dingen dat ik weet want ik uit Rotterdam kom. Het is niet van als nu een boy in Damsk of uit Almere begint te rap. Ja, dat, ja. dat je mij kan bellen dat ik je ga zeggen ja, hij is real of niet. <laughs> zo, zo zit het ook niet in elkaar. Mm. Ik kan mm. wel mensen alleen gaan vragen: van hé, hey, hoe is die man? Ja, zo. Dat, ja, dat ja, wel ja. natuurlijk, maar ja. ja. ja, hoe is niet, de situatie nu met Sek? Dus ja. Het is jullie. Hetzelfde eigenlijk. Mm -hmm. Hetzelfde gewoon. Je had het, je had het over rappers in je, in je, die je bij 1-1 Bar zag. Was hij dat? Ja, man, dat was hij. Ah, oh, oké, okay, cool. Ja, dat is bij 1 Bar? In interview had hij het over rappers die je bij 1-1 Bar zag. Ja, toch? Oké, okay, cool. Nee, dat, dat wist ik niet. Dus ik wil oh het ja, bij First. Uh, dit, dit ben Dat ik, is. deze heb ik niet gevraagd. Nee, nou, in het interview, zei... nee, in bij... interview. Nee, in ja. interview van Topnotch heeft hij ook over de. In het interview van Topnotch over, over zei ja, 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 toch, bij ja, Rappers bij één en een, bars, shit Maar het is nog steeds niet opgelost ja. of nog steeds niet gesproken daarover. Broer, wat ga ik je zeggen? Wat ga ik je zeggen, man? Die man is vluchteling, hij is op vluggedrag. Hij is op vluchtgedrag. Ja, man, ik ben gewoon elke dag in Rotterdam, elke dag in de city, elke dag in Oost. Ik zie niemand. Dus. Ja. Voor de mensen thuis die niet weten hoe dit is gestart, hoe is dit gestart? Ja, broer, dit is ja, zo eigenlijk dus. Dat, je toch dat die mensen, dat ik buiten kom en ik zie hem hun stoere dingen reppen. Mm -hmm. Terwijl die zaak waarvoor ik heb gezeten, dat was zeg maar om hun. Ik was 18, toen was hij en zijn beste Mattie, die Bifresh, die ook bij zijn 1 in bar staat, mm -hmm. waren naar mij toegekomen van hey, we hebben een Tori, dat iemand heeft gestolen van mijn moeder, kom ons helpen, zo. Kan we ze mij halen voor hulp? Omdat ik gewoon bekend was: hé, hey, die man is gek, die man is agressief. En mm. Dus ik met mijn domme hoofd, ik denk: ey ik heb een paar dingen met hen gedaan, een paar sappies, ik ga die boys gewoon helpen. Mm -hmm. Alles is gegaan, man, dit en dat meegenomen, zo, zo, alles. Achteraf, een paar maanden later, die boys worden aangehouden. Die man heeft een Fona bij zich, maar hij heeft die man gefilmd. Ik sta niet eens op die filmpje, maar hij heeft die man gefilmd, die we hadden meegenomen en zo. Mm -hmm. Toen we het aangehouden door Scoat doen, hebben die man begint te rappen. Mm. Is raar. Snap je? Dus hoe die man begint te rappen, uh, ik ben voor het vluchtig en zo, lang ook. Ik zit vast, Campy komt nog van mij getuigen, daarom Campy is ook mijn nigger, sinds way back. Toen was ik 18, ik zat in Graven vast. Campy komt van mij getuigen dat ik was in Eindhoven, dus ik kan die tourie nooit hebben gedaan met hun zus ja. en zo. Campy komt gewoon daar op die zitting. Op die zitting, al die boys trekken opeens een verklaring in. Want ze zien, heel de hoed zit daar, heel hoogvlieters komen kijken, <laughs> boys van Zuid. Opeens zeggen, hey fuck ya. vroeger noemden ze me Kwif. Hij zegt op deze pagina, staat, die rechter zegt op deze pagina, staat meer dan acht keer de naam Kwif. Die boy zegt, nee, ik heb dat niet gezegd. Kan niet. Zo, zo, bla 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 bla. Hij zegt, ik was daarbij. ik heb het toch gedaan. Hij was daar niet. Gewoon letterlijk zo. Dus eindstand, ik krijg vrijspraak. Maar ja, die boys hebben al zoveel gezegd en zoveel mijn naam genoemd. Ik krijg vrijspraak van de Meervoudige Kamer, maar officier gaat in hoge beroep. En een hoge beroep duurt zo lang. En ondertussen heb ik die boys al geklapt, ik heb die boys al boetes gegeven, gesloopt, om mijn dingen met die boys gedaan. Maar ja, uiteindelijk, het leven gaat verder. Je gaat geen strepen pakken op iemand voor jou als je strepen hebt gepakt. Je kan, je, je kan daar geen strepen van blijven pakken. Het geeft je ook geen strepen meer. Snap je? Als iedereen al weet van, die man is op niks. En je gaat de hele tijd op dat. Je pakt geen strepen meer daarop. Dus het heeft ook geen nut. Het leven gaat verder. Je moet geld verdienen. Zo en zo. En toen ja, uiteindelijk, ik had die boys gewoon gelaten in principe. Tot ik opeens die brief kreeg van mijn cassatie na vijf jaar. Van mm hé, -hmm. hey, cassatie is afgewezen. Je hebt uh, um, tien, tien maanden gezeten voor die tory, Maar je moet nog negen maanden zitten. Mm -hmm. Nee toch? Toen werd ik al gelijk met. Eh, na vijf jaar moet ik negen maanden gaan zitten voor deze snitjes. Voor de rest heb ik nooit een straf gekregen. Alleen maar voor arrestvrijspraak. Mm -hmm. Nee toch? Eerste straf ga ik krijgen door deze boys. Dus ik was al met. Maar ik zit mijn straf rustig. Kom buiten. Kom buiten, ik zie die dingen. Die 1-1. Ja toch. En, sprak ze over jou in die 1-1 of was het die daarna? Nee, Want maar ze, was... ze spraken niet over mij in die 1-1. Okay. Maar het was meer van het beeld wat hun gaven. Oh. Mm -hmm. En dat hun gingen zeggen van. Um, in dat filmpje, ja, we snitchen niet als thee, um, dit, dat. Terwijl, bro, ik zie gewoon aan die boys, ze zeggen het niet met overtuiging. Hoe, hoe um, uh, Zeg die Tori zegt de eerste keer: Zeg, hij kan het niet eens uitspreken. Hij moet gewoon lachen, hij gaat een rondje draaien. Hij draait gewoon om, want hij weet, hij kan het niet zeggen. Die andere boy die naast hem staat, die snitch, die Beefresh, die staat daar. Hij, hij rept alles mee, hij is een backup. Dus wie weet, backup, bro, je moet alles meerappen, die einde, dit en dat. Die maar hebt alles mee, dat stuk, zijn mond is stijf. En die camera zoomt nog in, dus je ziet hem echt letterlijk gewoon ik <laughs> Echt gewoon stil blijven. Dus ik word nog om dat, want ik zie die kleine dingen. Want ik weet wat dat is. Dus ik word nog gekker toch, ik word boos. En dan zie ik die boys in Oost in de buurt. Ik pak hem bij zijn baard, bedijen, Geef hem klappen, alles. Hij zegt: Ja, nee, dat, ik heb niks bij me. Je hebt het zeker wel bij je. Ja, nu heb je maar. Ik was nog met Willa. Ik alleen, ik en Willa. Willa, Icy, mijn nigger ook. We waren met zeven, acht boys. En ik heb die mannen, daarom heb ik die mannen vaak aangepakt, man, broer. Noeski ook. Noeski is zijn eigen vrouw. Maar de val op zijn trick. Als dit Als dit het verhaal broer, is. Hè? Broer, ik heb bij Noeski Savage, Fani. Ik heb zijn kanoe afgepakt voor Café Nago. Met zijn is erbij. zijn kanoe afgepakt. Meegetrokken in een steeg aan zijn raas. gekolft met zijn eigen kanoe. Hoor je dat? <laughs> ik, daarna, heb het goed, ik heb het eerder en, en daarna. Tuurlijk heb je het eerder gehoord, Want het is een real story. het is op de straat. <laughs> en daarna. Hoe dat is gebeurd. Ik loop loezen naar de waggie, die mag ik mij nog respect. Hij zegt fik, respect, Scott Tori, dit dat, we hebben geen beef meer. Respect. Net dat je nog grote mond. Ik ga nu bij je baby mama aan de deur. Ja, kom nu aan de deur, broer. Die man zegt tegen mij, ik sta bij mijn baby mama voor de deur. Ik moest ze alleen in die waggie zien of iets voor mijn deur? Dan zou je andere dingen horen. Snap je? Ik kom niet daar om te praten of iets. Ik ga niet voor je liegen. Mm -hmm. Nee toch? M Toen was mijn baby mama nog zwanger. Zwanger. Mijn kind is daar. Wil je stoeien praten? Ik sta nu voor je deur. Mm. Hij, hij zegt nog tegen mij, geest stabiel Toch biwami. Die laat die porta meta, dit dat. Zeg maar van je bent gangster, toch? Ik ben stabiele guy. Kom maar kijken, ik ben nu voor je deur, dit dat. Nee, toch, broer? Dan ben ik helemaal in Zuid. Me nee, je flipt, me. Kom met mij me naar die kant. Ik zoek je daar in de straat, ik zie je niet. Ik zoek je ergens anders, ik zie je niet. Ewa, dan ga ik naar die café. Kom bij die café, ik zie je daar. Catch je gelijk. Snap je? Ik ga die dingen niet zo laten, toch? Ja, toch, broer? Nee, maar Nee, maar ik wil even... Ja, maar hij liet niet op die anti super Ja, man. Vloeiend gewoon. ik snap het niet. Ik denk niet eens dat ik die vraag dan bij jou moet stellen, maar dan meer aan sec van waar komt die track dan? Ja, dat moet je hem ook vragen. Dat moet je hem echt vragen, want broer, die track is gewoon een track voor Cloud. Het is gewoon... Maar broer, maar daarom, kijk, mijn pokoe, dat zei ik ook, mijn pokoe heet Anekdote. Het is een waar Tori. Het is geen dis ik zeg gewoon wat er is gebeurd. Ik kwam hem halen daar bij Nagel. Hij stond aan de grond genageld, op de grond geslagen. Daarna heb ik hem ontwapend. Ik heb een die clip nu. Als ik schiet, lijkt het op Hagel. Snap je? Broer, ik zeg echte dingen, broer. Ik zeg geen sprookjes, <coughs> Dit, dat. De laatste keer had je geluk. De laatste twee, drie keer had ik geluk. En als ik al één keer geluk had, waar ben jij dan met je gangster? Om iets terug te doen. Dan kom ik nog naar jouw café. Niemand van je goons pull Als je bij mij in de buurt komt in Oogvliet of in Zuid. Broer ga daar in de buurt staan en ga zeggen: hé, hey, fake, ik ben nu hier. Ik blijf hier twee uurtjes op jou wachten. Broer, als ik niet kom, een van mijn kleine goonies gaat komen. Gelijk, tien minuten. Hé, nee, broer, niet zo toch. Ik ben gewoon bitterballen eten. café nagel. Wie komen, fans komen, foto's maken. Scooter komt langs, shoot en zo, shoot de groot. Gewoon wijkagenten die mij gewoon kennen bij naam, lang. Als ik gezocht word, die mannen sturen gewoon bericht naar mijn moeder. Hé, hey, fik wordt gezocht. Kan hij zich melden, dit, dat. Omdat ze gewoon <tus> weten, maar we houdt niet van AT en die dingen, zus en zo. Broer, Aina, die, die mannen, Scooter komt na die toren ook naar café nagel. komt naar mij toe, Scooter zegt tegen mij. We weten, jij weet zelf, die jongens zijn niet serieus. Ga geen problemen maken en dit en dat. Want als er iets gebeurt met hun, komen als eerste bij jou. Dat heeft Scote tegen mij gezegd. Scoot is aan mijn deur gekomen bij mijn moeder, heeft een brieven door de brievenbus gestopt. Laat fik mij bellen. Dat mm -hmm. hebben ze gezegd. Scout weet zelf wat dat is. We weten, die mannen zijn niet op die dingen of wat wij zijn. Dus daarom, voor mij is het ook niet, daarom duurt het ook lang. Het is voor mij, niet, ik ga die mannen zoeken of iets. Snap je? Oké, okay, maar. <laughs> oké, okay, kijk, sorry. man. Oh, ja. maar, maar voor mij is het nu zeg maar van oké, okay, het is nu. Het is nog steeds in de lucht. Ik denk deze story is al lang klaar. Als ik je zo hoor, je weet toch? Broer, weet je maar, wat het is? Maar ik, hoe ik hou... kunnen we dit stoppen? Of? Broer, kijk, ik hou er niet van. <laughs> ik hou er niet van dat die man, hij wil zeg maar stoeren op internet. Maar ja. in real life ben je niet dat. Dan, kijk, ik vind het niet erg, maar maak gewoon bobbeling. Ga niet stoer zeggen, bluff je wel. Zeg maar, mensen, dissen die er niks mee te maken hebben, iedereen zijn naam wil je noemen. Mm. Maar degene om wie het gaat, en dat ben ik, mijn naam durf je niet te noemen. In heel die district van je durf je geen één keer fik te zeggen of fik negen of nein of wat dan ook. Maar je noemt Kevin, je noemt Sev, je noemt Jezinho, je noemt iedereen. Broer, en met domme leugens. Kevin wordt geweigerd bij Hoerenstraat en Aga. Seven, broer, even serieus man. Een lompe guy met één been betaalt drie donies, gaat naar binnen. Iedereen. Dus de sociale dit van hem is op niks gebaseerd, broer. Het zijn kinderachtige dingen. Ja, je moeder is dik. Ja, je vader is lelijk. Broer, zulke dingen kan iedereen zeggen en dan een pokoe maken. Maar puntje bij paaltje, waar is die clip geschoten? België, bij de grens bij België. Waarom schiet je die clip niet in je eigen hoed? Waarom schiet je die clip niet in jouw hoed? Waarom schiet je hem niet in Rotterdam? Waarom ben jij niet in Rotterdam? Dan kan je, aan die kant kan je stoer doen, maar broer, dat lost niks op. Zijn mensen die in Rotterdam zijn, heb ik aangesproken. Die kwamen mijzelf zeggen van... Hé, hey, hij heeft een distrack naar jou gemaakt, zus en zo. Ik sta per ongeluk in die clip, maar <tie> ik wist niet dat het een distrack was. Zus ook, ik wil geen beef. Zijn mensen die hij in die clip heeft. Hmm. Broer, wat voor backup heb je dan? Wat zijn jouw mensen dan, broer? Eerlijk, die mensen staan er ook gewoon om shine te pakken. Van, hij heeft een clip, ik ga shine pakken in die clip. Zijn geen mensen die real met jou zijn, of wat dan ook. Dus, zo doen de man. <tie> Interessant. Maar ik, ja, heb, ik heb dit nooit gehoord, hè? Dus ja, ja, ja het is maar het is, dus niet, is niet klaar, klaar. Het is gewoon nog. Bro, hoe vaak? Die Bro, wat is dat nog? hoe vaak? Weer? <laughs> ja, maar. Ja, <laughs> Broer, <laughs> het is... nee, man, het is gewoon klaar, joh. <laughs> <laughs> ja, man. Oké, oké, oké. Laat we over dat het echt klaar is. Man. Alleen maar ja, vreemd. Ja, 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 in ieder geval. Want. Ik, uh, Broer, ik zeg je eerlijk Er gewoon... is, nog, andere, is er nog een ander verhaal wat ik, uh, wat ik weet van, van die, die trek van Winnen waar je op staat. Ja. Dat, daar een, dat daar een ding was. Want ik sprak er met Winnen die tijd ja. ook over: van... Hey, dat speelt nu, hoe kunnen we die, die young boys dan zeg maar, een soort van ja. samenbrengen? En, en ja, hij had het volgens mij het idee bij gepitcht van... Ja, hey, toch om een pokoe samen met hem te maken? Ja, nee, om op die pokoe sec in te gooien. Oh, nee, en man. En toen je zei van, no, dat wil ik. Nee, man, dat niet. Dat, niet, dat klopt niet. Nee? Hij, heeft, nee? hij heeft wel tegen mij gezegd van, mm -hmm. wat denk je ervan om een poko te maken samen met die man? Ja. Maar broer, ik tolereer geen enkele disrespect in geen enkele vorm, wat dan ook. ook. Ook al noem je mijn naam niet, iedereen weet het is voor mij. Ik tolereer dat niet, op geen enkele level. Op straat niet, in red niet, in niks niet. Dus als ik die man zie, gaat die man eerst een goed excuus moeten maken, heel goed, lijf. Of iets op Instagram en shit, filmen. Want anders gaan dingen gewoon anders lopen, broer. En ik ben gewoon real met jou nu, snap je? Ik ben geen boy van ik ga jou zien, ik ga je box geven. Ik ga je box in je visie geven, maar ik ga je geen hand geven of iets, bro. We zijn geen matties. Dat moet je, je toch? Dat is ook duidelijk, toch, dat we geen matties zijn. Ja. Mm -hmm. yeah. Dus, en je toch, het is ook niet van ik wil stoer doen of ik wil gangster lijken of wat dan ook, bro. Maar, bro, zulke dingen, disrespect en praten over moeder van mijn kind. Zulke dingen gaan niet door de beugel, bro. True. Snap je wat ik bedoel? Maar misschien een goede sit-down ergens tijden voor open hoor. Hoe bedoel je? Goeie sit-down. Als jij zitten en het uittakken, waar mm -hmm. even... Ja, gewoon... En wat je zegt. Als je het echt niet gaat doen... Ja, maar broer, die dingen vredig, weet je hoe dat werkt bij mij? Vredig, dan moet je me moeten betalen. Straatregels, code, krijg je op boete. Als je het vredig wil, moet je me betalen. Als je niet betaalt, broer, ja. Mm. Ik ben gewoon real nieuw, broer. Ik ben gewoon echt eerlijk nu. Weet je wel? Okay. Weet je het Weet je, boetesysteem. je weet hoe die dingen gaan op straat? Ja, natuurlijk weten ja, we hoe dat je die ja, dingen ja. Gaan. Ik ga het dat, gaan. Je krijgt yeah. boete gelijk. Maar dat is dus het ding. We willen toch niet dat, dat het zeg maar een soort van uit de hand loopt. Dat is niet wat niemand wil, denk ik. Ja, maar broer. En, en dan, Zitten we hier en dan lachen we erover en bla bla bla. Ja, maar, broe, en nu, maar uiteindelijk wordt dat de situatie nu is. dat willen we niet. Nee, denk maar kijk wat jij nu zegt: mm -hmm. nu zitten we hier en dan lachen we erover. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar die man denkt ook stoert bij zijn mensen en lacht erover. Hij heeft mij gedist. Ook heeft hij mijn naam niet genoemd, hij heeft iets gezegd over mij steken onder water. Hij zit daar nog leuk te chillen, dit, dat. Hij is drie, vier maanden in Arnhem gebleven. Hij denkt: hij kan nu terugkomen naar Rotterdam af en toe, zus en zo. Broer, zo werkt het niet. Je kan niet gaan dissen, drie maanden lager, en dan terugkomen en denken: het is overgewijd. Nee, toch? Ik ben een olifant. Bij mij blijf dingen van vijf jaar geleden kom ik er voor halen. Hmm. Daarom weet ik ook van. Andere mensen kunnen dat ook doen. Daarom is ook een reden dat ik altijd gewoon actief ben en scherp. Snap je? Hmm. Dus ja. Uh, cool.